Yo guys, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag sta ik op een tankwal met Alexander die al een beetje flink aan het doorlopen is. Dus gaan we even lekker lopen. En dat zien jullie dus na de intro. Maar dit is nog een klein deel, hè? Ja. Van de Atlantic Wall. Hij eindigt uiteindelijk en moet ze eraf. En hier gaan we al langs hekken. Oh, wacht, ja. Natuurlijk. En hier moeten we eraf. Naar de muur toe. Oh nee, echt chill dit. Ik moet mijn lamp eruit halen, man. Ha? Huh? Hoeft niet, kijk maar. Ik weet niet hoe donker het daar is, vriend. Heel even camera vast. Hier is een gat. Dit is het al, letterlijk dit. Er zijn heel veel van dit soort kleine bunkertjes. Tegen veel beestjes hier, maar goed. Laten we door naar de volgende. Fakkerje. Hier gaan we weer de volgende. Hoe? Best wel nieuw hout hier. Zo.
Ja, dit is best een nieuw hout. Er zit een goede dwarskop ook. Nou, dat heb ik geen zin. Zeg ik toch dat hele kleine bunkertjes zijn? Nou, hier is een gat. Nou ja. We lopen langs de wal, maar die houdt hier zo te zien een beetje op. Of je telefoon is te zwaar. Ja, nu zijn we op een bunker. Zo kan het ook. Als je een beetje weet waar een ingang zit, dan moet je gewoon een beetje aan kijken naar de kant. En daar moet je dus overheen ergens. Of... ja, eindelijk minder beestjes. De telefoon is denk ik te zwaar of zo. Die weer aanzetten. Ja, als het goed is moet hij niet blijven. Hier weer een bunker. Het is wel iets groter.
Ik denk dat dit een commandopost was. Mijn hartslag ruikt tot hier, dus. Wat? Mijn hartslag ook best wel hoog is. Thank you.
Mensen, vonden jullie deze video superleuk? Ga dan klikken op de abonneerknop en op het belletje. Deel deze video met al jullie vrienden of familie. En ook op de like button. Ik check out. Bye bye. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room.